is een stilte, maar dan met geluid. Ik hoor graspieper. Hier zit ergens, ergens in de dennetjes, familie Rodenbuis te puit. Mannetje zit af en toe nog te zingen. Koekoek natuurlijk, veldleeuwerik. Zie ik niet, maar die hoor ik continu hier omheen op het Deelense veld, want daar zijn we. Kneutje, koekoek de hele tijd. En hier op het water, daar zijn we al de hele tijd één en af en toe twee dodenhuizen. En dat is het mooie van de oostkant van de Hoge Veluwe. Daar liggen namelijk een aantal vennen in het gebied. En als het hier heel hard regent, dan stroomt het hier zelf. Dan heb je als het ware een beek. Het is nu hartstikke droog, overal in Nederland, maar zeker hier op de Veluwe, normaal al een droog gebied is. Maar hier in het water, daar zitten nog twee echte watervogels. En dat zijn die dodenhuizen. Hele kleine vuutjes, zo'n beestje, witkontje. Daar komt de naam vandaan, dotaars. En die zijn hier de hele tijd aan het duiken, die zwemmen ze tussen de biezen door. En af en toe hebben ze ook iets aan de bekken, wat dat precies is weet ik niet, maar het kunnen verschillende dingen zijn. Vissen zitten er niet, dus het zullen libellenlarven zijn, kevenlarven zijn, misschien salamanders. En wat ze ook doen, zeker in deze tijd van het jaar, is namelijk de tijd dat heel veel libellen volwassen worden, dus rond gaan vliegen. En het zit hier helemaal vol met juffertjes en die biezen. En zeker 's ochtends vroeg, maar ook 's avonds kan dat gebeuren, plukken ze die gewoon uit de biezen. Dus een watervogel midden op die hoge droge Veluwe, dat heb je hier op het Deelense veld. Maar het mooiste is gewoon, ja, die vogels zijn mooi, bloedmooi. Maar dit, de stilte met het geluid van de natuur.